Mijn naam is Jaap Haasnoot en ik ben actief voor 50PLUS omdat ik vind dat er een einde moet komen aan leeftijdsdiscriminatie. Er zijn veel vooroordelen over ouderen. Je ziet dat bijvoorbeeld terug op de manier waarop ouderen in de media worden neergezet. Politieke partijen laten zich weinig gelegen liggen aan deze doelgroep. Dat is te merken op allerlei gebied van het overheidsbeleid. Sleutelfiguren en beleidsmakers op allerlei posities hebben niet zoveel met ouderen. En dus worden de lasten hoger en de uitkeringen en pensioenen worden gekort. Op tal van voorzieningen waar ouderen vaak op zijn aangewezen wordt bezuinigd. Dat gebeurt in een klimaat waarbij de elites zich verrijken en de verschillen tussen rijk en arm steeds groter worden. We gaan stapje voor stapje de richting van Amerika op, waarbij het ieder voor zich is en God voor ons allen. Via politieke activiteit wil ik mijn best doen om sociale rechtvaardigheid te bevorderen. Niet alleen voor ouderen, maar voor iedereen natuurlijk. De menselijke maat moet terug. 50PLUS strijdt voor een meer rechtvaardige samenleving. Niet alleen in de Tweede Kamer, maar ook in de provincie. Een deel van mijn motivatie om me met provinciale politiek bezig te houden komt ook vanuit mijn ervaringen met de provincie in de Duin- en Bollenstreek. Zonder in details te treden kan ik rustig zeggen dat onze regio door de provincie stelselmatig wordt achtergesteld. Dat blijkt bijvoorbeeld in de praktijk uit een megaproject als de Rijnlandroute, waarbij inwoners uit onze regio financieel het meeste hebben bijgedragen en daar het minste voor terugkrijgen van de provincie. Dat kan dus anders. De grote partijen zijn er niet voor de gewone burger, maar vooral voor het grote bedrijfsleven en de beleggers, dat heeft u gemerkt. Blijf dus niet thuis bij de provinciale verkiezingen, maar zorg dat er tegenwicht komt in de politiek. Dat is ook in uw eigen belang.